We zijn ook even gaan kijken in het wielercafé Het Berghof in Steenhuizen, waar Frank de laatste maanden kind aan huis was. En daar is iedereen heel erg aangeslagen. Ik zie hem nog altijd binnenkomen, de eerste maal. Zo. Is gedaan. Iedereen een kus geven. Hij was heel geliefd hier. Dat was hier zijn thuis. Een broekje van Hilfinger of van Versace of opgekleed, opgewekt, die stapte naar achter een teug, een koffiekent. Het was zonneken in huis. Hij bracht de zon mee en dat maakte me populair. Ik heb nog de laatste foto van Frank. Zijn laatste foto. Ja. Wat zijn dingen? Zijn laatste trui. We gaan er even. Even of als en om. Ik zei, bij een 10 of 11 dan ben ik terug. En dan gaan ze verschieten wat dan we nog goed kunnen teweeg brengen. En hiermee ging ik omhelst en is vertrokken. Dat was het laatste. Hij was weer, als hij ging terugkomen, ging hij direct fitness en ging direct, maar het eerste dat hij ging doen. Hij is tot achter de deur. Hij pakt ze vast, die vreemdelingen. Bedankt voor alles. Die gebeurt. En dus dit en nooit. Wat doet hij? De mensen die we op het einde zagen, Nico, daar woonde hij. Bij die mensen woonde hij in Steenhuis. Ja. Daar woonde hij al een 4-5 maanden, denk ik. Ja.